Ja, er is geen mooiere stad. Ja, dit is wel serieus werk, hè, Leider? Iets meer trots niet alleen binnen, maar ook naar buiten. Leider vooruit. Waar gaan we het over hebben? We gaan het vandaag hebben over trots op Leiden. Kan niet trots genoeg zijn. Het volkslied. Waarom van het Hollandsland? Wat vindt de Haagse politiek van Leiden? Ik ken alleen maar rubberen Robbie. Vlag in de raadzaal. De Dokkemer Vlaggencentrale. Ja, die gaan we eens eventjes bellen. We doen dat niet voor niks natuurlijk, want er was een motie. Ja, voor een vlag in de Leidse raadzaal van het CDA. En hier zit ook niks op. Frederik Zevenbergen van de VVD, ja, die heeft er wel een mening over, hè? Ja. Zullen we even tussen ons inzetten, Frederik? Ja. Hop, daar zit hij. Hij is er weg. En weg is hij. Ja, knap, hè? Ja. Ja, zullen we hem weer terughalen? Ja. Hoi, Frederik Zevenbergen. Leender. VVD. Vind je niet dat wij er prachtig bij zitten eigenlijk? Is het Leidse verpis hier nou ook al begonnen? Ja. Maar dit kent iedereen, deze plek. We zijn bij La Brière. Ja. Ja, kijk, dan heb je natuurlijk al een buiten al een klein vlaggetje, zo'n vlaggetje. We willen een grote vlag. We moeten echt een mega vlag hebben. Ja, dit is wel serieus werk, hè, Leiden? Het wapen van Leiden in de raadzaal op wat prominentere plek, dat zou inderdaad schitterend zijn. Het CDA wilde toch eigenlijk wel echt een vlag? Ja. Nou, wij hebben dat een beetje opgemeten. Hou hem even vast, gaan we eens even kijken. Hij moet minimaal naar het midden. Ja, hoe groot moet die vlag minimaal zijn? Echt heel groot. Ja, dus 3 meter breed. Van het plafond naar beneden. Dus het is zeker... Nou, dat is zeker 5 meter. Nou, dan kunnen we nog verder gaan vragen. Ja, we hebben het opgemeten. Dan kom je dus bij 3 en 5,5 meter. Dat is een hele bekende Friese vlaggenmaker. De Dokkemer Vlaggencentrale. Ja, die gaan we eens eventjes bellen. Welkom bij de Dokkemer Vlaggencentrale. Een Friese vlag gemaakt. Dus we hebben een winkel van La Brière in de stad. Een aartslijnaar. Dus hier iemand in een grote witte jas. Met een 3 oktober sjaal. En dan ga je naar de Dokkemer Vlaggencentrale. Ja, maar dat is kwaliteit. Maar dit is, heet dus glanspolyester. Dat moeten we zo even onthouden. Hè? Dus je kan natuurlijk ook van een soort dikkere stof. Weet je, zo echt zo. Ja, maar die zijn helemaal niet te betalen. Ja, maar het is voor de raadzaal. 119. 120 euro. Ja, goedemorgen. U spreekt met Joost Vullings uit Leiden. Ik wilde weten wat een hele mooie grote vlag kost. En wie kan me daarbij helpen? Dat kan ik. Oh, dat is hartstikke mooi. Dan komen we uit op 1000 euro met ophangen. Ja, en de VVD kan dat wel sponsoren. Ja. Is het zo? De VVD wil niet betalen. Volgens mij moeten we dat geld uitgeven waar het echt tot z'n recht komt. Maar het CDA moeten we toch zover kunnen krijgen? Als wij dit initiatief al nemen als journalisten. Ja. Vind ik wel dat zij ook een gebaar naar ons mogen maken. Voor jullie, als jullie een mooie offerte hebben gekregen, het liefst bij een Leids bedrijf. Het liefst met sleutels in de. Dan wil ik best aan onze leden vragen of ze een jaar lang een lege flessen willen inleveren. Het regio nieuws. Ja, het regio nieuws. Station Meerburg zou in Zoeterwoude komen. Gaat niet door. Provincie weer onbetrouwbaar. Maar daarboven meer geld voor steunbureau leden. Ja, wat ook echt wel nieuws is met enorm veel impact. Dion Graus, Kamerlid voor de PVV. Die fitnessed en Leiderdorp. Nou ja, als ik hier natuurlijk in het westen ben, kan ik niet in het zuiden sporten. Dus dat doe ik dan in Leiderdorp. Zou je niet zeggen? Nou, ik ken Dion Graus, die heeft echt zo'n rug. Thea van der Kooi is opgestapt bij het CDA. Ja, en CDA boos. Ze had afgesproken met het CDA om de raadzetel terug te geven. Heeft ze niet gedaan. Dus Zoeterwoude heeft in plaats van 3 nu in 1 keer 4 fracties. En wist je dit ook al? De gemeente Leiden is 1 miljoen euro kwijt uit het potje voor betere inpassing van de Rijnlandroute. Ja, wij hebben dat zo kwijt. Nou, ze wisten niet dat ze het uitgegeven hadden. Ja, dat bedoel ik. Dan hebben we de nieuwtjes toch gehad? Ja, we hebben nu de nieuwtjes gehad. Nou. Het Leids chauvinisme. Ja. We zijn bij West, dat kan je hierachter zien. We hebben het over Leids chauvinisme hebben we net. En die Leidenaren een beetje grote mel wat jou betreft, hè? Leidenaren? Ja, ja, al die Leidenaren, ja. Ze zijn net als de trots op de stad. Ja. Ja, je hebt Voorschotenaren, hè? Voorschoten, ja. Maar je hebt helemaal niks met Leiden. Ik heb helemaal niks met Leiden. Ik zeg, hoe eerder al die bruggen open gaan, hoe beter het is. En toch zijn er veel mensen in Leiden trots op Leiden. Neem zo'n Paul van Menen. Leiden heeft alles. Heerlijke, relaxte, schitterende, historische, enerverende, leuke stad. Prachtig. Over Leids chauvinisme gesproken. Ja. Als je dat zou definiëren, we hebben ze in Den Haag rondgevraagd. Eigenlijk is Leiden in Den Haag heel slecht zichtbaar. Is Leiden een stad die in Den Haag echt op de kaart staat? Nee. Om eerlijk te zijn heb ik daar niet zoveel kijk op. Dus of het gebeurt helemaal niet,
Of ze doen het zo stil dat ik het in ieder geval niet merk. Ik heb geen idee en ik zou niet eens weten of er mensen uit Leiden nu bijvoorbeeld in het kabinet zitten. Ja, maar we hebben dus gewoon wel een probleem. We zijn heel onzichtbaar. En er zijn heel veel belangen. We hebben hier een universiteit, een bioscience park. Er zijn zoveel dingen waarvoor je wel af en toe je gezicht moet laten zien. Ik heb nou niet het gevoel dat ze hier de deur plat lopen om leuke plannen of belangen of problemen. Om dat hier nou eens een keer op de agenda te krijgen. Zo, ook Tom de Graaf, weet je, die draagt Leiden ook een warm hart. Hoe heeft hij gewoond? Hij vindt het ook maar vaag. Nou, Leiden had altijd een probleem. Het was Leiden aan zee. Leiden tussen de grote steden in. Leiden, plek van de schatten. Maar het heeft nooit heel erg een scherp kenmerk gehad. De Graaf zegt Leiden springt er niet uit. Nee, klopt. Leiden, ook als je mensen vraagt wat is Leiden? Nou, we vroegen het bijvoorbeeld aan Dion Graus en dan krijg je dit antwoord. Ik ken alleen maar Rubberen Robbie en de familie Lens. Die ooit bij mij op het Grootsjescollege neerlaten zaten. Er waren drie Leidse kinderen die bij mij op de middelbare school zaten. De centrummanager zelf van Leiden zegt, het kan altijd beter. Het kan altijd, kijk, dat wil ik gewoon zeggen, ook vanuit centrummanager, het kan altijd alles beter. Laten we gewoon vooral door onze eigen krachten uitgaan. Ja, maar dat is een beetje cliché, maar doe het dan ook, hè? Maar, ja, maar echt, weet je, echt, ik ken de lobbyist van Overijssel, ken ik. De lobbyist van Limburg, ken ik. Die kom ik bijna dagelijks tegen, die mensen. Dan heb je nog de lobbyisten van de grote vier steden. Laten we die €1000 van die offertes nou daaraan uitgeven. Ja. Aan een Leidse lobbyist. Ja, dan hebben we... Peter Labouillère. Voor twee uur. De Tweede Kamer. Ja. Het is een beetje alsof de Leidenaren er zo trots op zijn dat het best bewaarde geheim is waar ze alleen zelf van willen genieten. Ja, wij zijn geen Amsterdammers. Hè? Wij zullen onder elkaar Leiden, mooi, mooi. Maar zodra we de grens overkomen, dan zeggen we, kom je van, ja, Leiden. Dat herken ik, dat herken ik. En dat moeten we langzaam een beetje naar buiten laten gaan. Maar ook weer niet te veel, want we moeten geen Amsterdamse toestand meer. Echt, je valt hier over die Amsterdammers. En zo eigenwijs, zo altijd zelf ingenomen. Zo poeh, Amsterdam voor, Amsterdam na. Echt, je wordt... En dan denk ik, Leiden, het is veel leuker. Nee, maar zelfs als Alexander Pechtold... Die zou zeggen, altijd open zou staan voor een politicus uit Leiden die komt lobbyen of voor een professionele lobbyist zegt, ik merk er niks van. Dat is toch echt niet goed. Prutsers. Ja, hebben we het zo, hè? Ja, zeker. Mag jij even make local great again zeggen in de camera? Make local great again. Make local great again. Hé, hey, dan gaan we even zingen. Oh ja? Ja. Gaan we zingen dan? Ja, het lijkt volkslied. Hou jij even op. Leiden. Ik ben helemaal klaar met het zingen van volksliederen, ja. Parel van het Hollands land. Ja. Parel van het Hollands land. Ik was vorige week op het CDA-congres, dan moest ik altijd wel helder zingen. Dat is geen lijst van volksliederen. Nee, dat gaan we even niet. En verleden. Ja, ga door. Ja, dan weet ik ook even niet meer. Ja.